Wat vind je van de bezuinigingen van de zorg? Ja, de bezuinigingen in de zorg, dat is natuurlijk altijd een heel groot pijnpunt. Want ik vind namelijk zelf de zorg eigenlijk het allerbelangrijkste dat er is. Want ik zeg altijd van op het moment dat je niet ziek bent of geen zorg nodig hebt, dan heb je wel 1000 wensen. Maar op het moment dat je ziek bent of je hebt zorg nodig, dan heb je eigenlijk maar 1 wens. En dat is weer beter worden. Of in ieder geval hulp krijgen. Dus zorg is gewoon het allerbelangrijkste. En ik vind ook dat bezuinigingen op zorg er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Want omdat als het gaat om jezelf, om je eigen geluk, dan is dat toch hetgene wat je echt nodig hebt. Maar ik vind het een hele goede vraag om aan de nieuwe minister te stellen. Dus misschien zou je dat eens moeten doen. Ja, dat wil ik wel vragen.